Voorzitter, mag ik een poging doen om het te verhelderen? Want waar het concreet om gaat is dat er verschillende vormen van jeugdzorg zijn en dat de grotere instellingen van oudsher altijd geleund hebben op grote instellingen, leefgroepen. Dat de nieuwe beweging in de jeugdzorg is met name gezinshuizen. Alleen die staan redelijk ter discussie, omdat de grote instellingen natuurlijk voelen dat het ten koste gaat van hun hele overhead en de ondersteuning. En dat is mijn concrete vraag. Kan de gemeente Gouda expliciet ook aangeven dat onze voorkeur uitgaat naar vormen van zorg die dus met name dicht bij de gezinsconstructies horen? En ik ben het direct met de wethouder eens dat er heel wat vormen of heel wat kinderen in knelsituaties zijn die niet passen in een gezinsconstructie. Dus je kunt er niet zonder. Maar het is wel de voorkeur die we als gemeente Gouda uitspreken van welke zorg hebben we nou met name op het oog? En dat heeft te maken met je pedagogische visie op wat voor zorg zou je willen hebben. Dit komt in het omvormingsplan aan de orde. En dit nemen we natuurlijk mee. En dat bedoel ik van wij hebben nu expliciet gezegd dat wij nieuwe vormen van zorg er wel degelijk in willen hebben in dat transitiearrangement. En dat wordt hiermee bijvoorbeeld bedoeld. De kleinere geven we uitdrukkelijk een kans.